Het is absoluut een hele mooie presentatie van ons team inderdaad. Ook geweldig voor de Nederlandse autosport. Ja, het is toch wel een hele gave stap om dit te mogen doen. Van kampioenschap naar de Benelux, naar de Supercup. Het hele seizoen in de Supercup te rijden. Het is wel iets waar ik van gedroomd heb. En uiteindelijk het verwezenlijkt is. Ja, dat sowieso. En ik denk de mooiste promotie is ook met Nederlands team. Nederlandse tint. Dutch GP dit jaar. Supercup is er onderdeel van in de support race. Dus ja, wat wil men nog meer? Let's go. Ja, nou is het voor jou een nieuw team. Maar ik hoorde ook dat je min of meer terugkomt op het oude nest. Kun je dat eens uitleggen? Nieuw team. Maar bekende mensen voor mij. Het voelt eigenlijk als mijn tweede huis. Ik heb ook moeilijke tijden gekend. In 2014 bij hun in de bagger gestaan om mijn rallyauto schoon te maken. Dus ik krijg GP niet al wat langer. En nu, na 6 jaar lang op dit moment te staan. Even knijpen. Kippenvel. Samen om natuurlijk maar 1 doel. Om het kampioenschap te strijden. En om dat te doen. Puntjes pakken. Wedstrijden winnen. Anders doe ik het niet. En de GP ook niet. En wil natuurlijk het maximale. En de hoogste top in de ladder kunnen behalen. En daar zijn we nu hard mee bezig. En kom goed. Maar ik denk toch wel in de top 10, toch wel naar de top 5 toe te kunnen gaan. En dat is voor mij een reële doelstelling. Je kan ook zeggen van ja, de top 3 iedere race, maar dat gaat toch nooit lukken. Ja, dat is natuurlijk mega gaaf om inderdaad het enige Nederlandse team en ook sinds lange tijd het Nederlands team te hebben. Nu ook met die oranje kleuren inderdaad. Het is gewoon super gaaf en het is een hele grote eer om voor dat Nederlands team uit te mogen komen. Maar GP Elite is ten eerste gewoon een heel fijn team om bij te rijden, omdat ze echt een familie zijn voor je. Ze zorgen goed voor je, ze nemen je ook mee, maar ze vertellen ook echt als ze iets dwars zitten. Dus als je iets verkeerd hebt gedaan, dan zijn ze niet de moeilijkste en dan zeggen ze dat ze iets verkeerd, dat je iets anders moet doen. En dat waardeer ik heel erg. Ook die Nederlandse directheid en die nuchterheid. Ambitie. GP Elite drive to perfection. Het woord zegt het al. Perfectionist op te zoeken. Je weet, het is een zware serie. Alle auto's zitten dicht bij elkaar. Het gaat echt om de laatste beetjes. En ik geloof en ben ervan overtuigd dat ik met hun het laatste beetje kan vinden. Ja, en wat betekent dat concreet? In welk opzicht kunnen zij jou nog beter maken? Qua rijdengedeelte. Dat ook sowieso. Maar ook qua autogedeelte. Dat ze een auto bouwen waar ik snel mee kan rijden, of ook andersom. Ook echt een hele compliment hebben we de personal trainer. Jack hebben we nu erbij. Ik denk dat veel mensen kennen van wie die komt. Dat gaat mij ook zeker helpen op het rijden gedeelte. Dus ik denk dat we een goede stap al voorzetten dan waar ik vorig jaar gestopt ben. Ja, en die personal trainer, je zei het al, die komt van Max Verstappen. Ja. 1-op-1 de trainingsprogramma's van Max kopiëren, die mag jij nou gaan afwerken. Nou, je ziet dat bij hem gewerkt heeft, dus kom maar op.